president Chandrika Prasad Santokhi heeft op donderdag 10 september 2020 de Raad van Toezicht bij het Management Instituut GLIS geïnstalleerd. Deze raad wordt geleid door mevrouw Amanda Veldman en bestaat verder uit Adit Kumar Sunandan, Wayne Tellecht, Dinesh Kalpo en Rido Banai. GLIS staat voor Grondregistratie en Landinformatiesysteem. Het instituut geeft onder meer invulling aan het grondwettelijk recht op bescherming van eigendommen van burgers en investeerders. De Raad van Toezicht is benoemd voor een periode van 4 jaar. Welkom, goedemorgen, mevrouw minister, politieke leiders, adviseurs. En straks te benoemen leden van de Raad van Toezicht. Voor mij een hele eer om jullie vandaag hier te verwelkomen op het paleis, omdat hij vandaag geïnstalleerd wordt, nieuwe leden, als lid van de Raad van Toezicht van Management Instituut GLIS, afgekort MI GLIS. Het lijkt ons goed om toch op deze dag u nader te informeren met betrekking tot de taken en doelstellingen van het GLIS. Het is ook belangrijk om te weten wat de rol is van het GLIS in een democratische rechtsstaat. Ook hoe de structuur eruit ziet, de wettelijke basis, maar meer nog uw taken en verantwoordelijkheden als Raad van Toezicht, maar ook de taken die voor het bestuur zijn weggelegd in de wet. Maar als u hier zit, dan wordt u benoemd door de president die aan het hoofd van de regering staat. Het is belangrijk ook dat u ook de regeringsvisie meeneemt, want dat is het grote doel van verandering van de raad. Dat u een nieuwe visie gaat uitdragen, een nieuw beleid gaat uitdragen van de regering. Leden, GLIS heeft tot doel de bevordering van de rechtszekerheid ten aanzien van de registergoederen in het rechtsverkeer. 2, het economisch verkeer en 3, het bestuurlijk verkeer. Het is daarom belangrijk om in het kader van een doelmatige informatievoorziening aan de overheid ten behoeve van de vervulling van de publieke rechtelijke taken de wettelijke verplichtingen ook na te komen. Het is belangrijk dat de verschillende registers die bijhouden bij het GLIS en de gegevens met betrekking tot de rechtstoestand van de registergoederen goed bijgehouden worden. Dat er transparantie is, maar met name dat er toegang is tot de registers en dat er accurate gegevens in voorkomen. Dat er integriteit gewaarborgd wordt van de gegevens. En dat zijn in ieder geval de registers die we kennen onder noemer van openbare registers als perceeladministratie, als scheeps- en luchtvaartuigenregistratie. Daarnaast heeft het GLIS ook een nationaal geodetisch referentiestelsel, waarvoor een speciale aandacht vraagt en daarvan is het meest bekende het normaal Surinaams pijl. De randvoorwaarden voor het systeem van registergoederen die zijn onder andere namelijk het duidelijk doen functioneren van het stelsel van registergoederen. Het duidelijk en het rechtmatig doen functioneren van het GLIS. Dat zijn allemaal zaken die passen binnen de principes van de rechtsstaat. En dat is waarop wij u als regering ook zullen houden en wijzen en controleren. Tevens voert u een grondwettelijke taak uit. Namelijk dat eigendom vastgelegd is in onze grondwet, namelijk artikel 34 van de grondwet. En daarin staat duidelijk dat eigendom zowel van de gemeenschap als van het individu een zeer belangrijke maatschappelijke functie vervult. En ieder heeft het recht op ongestoord genot van zijn eigendom behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien. Het GLIS geeft middels de kerntaken invulling aan het grondwettelijke recht op bescherming van eigendommen van burgers van Suriname en investeerders in ons land. Zeer belangrijk. Het GLIS is daarmee een essentieel instituut, althans
vervult essentiële taken en diensten die noodzakelijk zijn in een geordende democratische samenleving. De organisatie van het GLIS is geregeld in de GLIS-wet. Het GLIS is een rechtspersoon sui generis en heeft een bestuur en een raad van toezicht. Dus u bent geen bestuur, u bent een raad van toezicht. Het bestuur van GLIS bestaat uit de directeur, de bewaarder en de GLIS-landmeter. En nadat u vandaag benoemd en geïnstalleerd zult zijn, dan gaan we over tot de tweede stap. En dat is de benoeming van het bestuur. De raad van toezicht, dat bent u, bestaat uit 5 leden, waaronder een financieel deskundige, die heeft vandaag het niet kunnen halen, een geodeet en een jurist. De taken van de raad van toezicht zijn meerledig. En ik vraag u speciale aandacht hiervoor. In de eerste plaats ziet de raad van toezicht op de werkzaamheden van het bestuur. In de tweede plaats ziet de raad van toezicht toe op de algemene gang van zaken in de organisatie van GLIS. En dat is ook wat we van u verwachten, dat GLIS gemoderniseerd moet worden, integer gemaakt moet worden. In derde, en niet de minste plaats, heeft de raad van toezicht een adviserende functie richting het bestuur. Gevraagd of ongevraagd kunt u advies geven. Maar bovenal richt de raad van toezicht zich bij de vervullen van de taken zich naar het belang van het GLIS, met inbegrip van de behoorlijke vervulling van de wettelijke taken die aan GLIS zijn opgedragen. Het bestuur van het GLIS, let u wel, het bestuur, dus niet u, het bestuur van het GLIS is gehouden om aan de raad van toezicht voor de uitoefening van diensttaak tijdig de noodzakelijke gegevens te verstrekken. Het bestuur is tevens gehouden om aan de leden van de raad, dus u, aan de leden van de raad van toezicht, desgevraagd toegang te verlenen tot lokaliteiten van het GLIS en om de raad van toezicht inzage te verlenen van boeken en bescheiden van GLIS. Zie hier de verregaande taken en verantwoordelijkheden die u heeft. Kortom, de raad van toezicht zorgt ervoor dat er een systeem van good governance wordt gewaarborgd binnen het GLIS. En u vertegenwoordigt de regering daar. U vertegenwoordigt het regeerbeleid daar zo. En dat is wat we van u verwachten. Dat er good governance daar gevoerd wordt, controle uitgeoefend wordt, dat transparantie bevorderd wordt, klantvriendelijkheid bevorderd wordt, dat burgers toegang krijgen op informatie en dat systeem integer en transparant gehouden wordt. Maar u heeft ook een individuele verantwoordelijkheid. U heeft een verantwoordelijkheid als raad, maar u heeft ook een individuele verantwoordelijkheid. En dat is namelijk dat u tegenover het instituut, het GLIS-instituut, gehouden bent tot behoorlijke vervulling van uw taak. Dat betekent dat als u niet adequaat toezicht houdt, als u niet adequaat toezicht houdt op het bestuur of op de algemene gang van zaken in de organisatie van het GLIS, of misstanden niet tijdig adresseert, u persoonlijk aansprakelijk gesteld zult worden. Houdt u hiermee rekening? Uiteraard hopen we niet als regering dat het zover zal komen. We hebben vertrouwen in u. Daarvoor bent u voorgedragen ook. Daarvoor bent u ook benoemd geworden. Maar we wijzen u erop. Op uw individuele verantwoordelijkheid en daarnaast op uw collectieve verantwoordelijkheid als raad, dat u goed toezicht zult uitoefenen, goed toezicht zult houden en tijdige acties zult ondernemen. Uiteraard daar waar nodig, in afstemming met de regering. In afstemming met de regering, zodat we de misstanden tijdig kunnen aanpakken. En ik zeg deze dingen omdat we toen we aantraden geconfronteerd geworden zijn, ja. En dat zijn maar 2 zaken die de pers gehaald hebben, maar er zijn nog 100 zaken die de pers niet gehaald heeft. En de zaak van cultuur, Tuinlaan, de zaak van Wakapasi. Die dingen zijn niet zomaar in handen van anderen gekomen. Die dingen zijn gekomen door medewerkers van GLIS ook. Het instituut van GLIS. Het instituut dat de samenleving moet beschermen.
Het instituut dat conform wet en recht moet handelen. Daarom vinden we van belang om vandaag een nieuw bestuur daar te plaatsen. Het is een taak van Raad van Toezicht erop toe te zien dat deze dingen zich niet meer zullen herhalen. En als u daar gaat alle andere misstanden die nog niet bekend zijn ook gaat aanpakken. Mijn mensen, belangrijk voor GLIS is dat er automatisering daar komt. Programma voor een modernisering. Om het werk efficiënter te maken, transparanter te maken. Burgers mogen geen last krijgen van bureaucratie, van lange wachttijden. Alles conform de regels van wet en recht. En daarvoor zult u erop moeten toezien en alles doen om corruptie daar te voorkomen. En alles doen om corruptie daar te bestrijden. In samenspraak met andere overige instituten die daarvoor zijn aangewezen. En uiteraard kijken we als regering naar die grote uitdaging. Wanneer u zult verhuizen als GLIS naar het nieuwe gebouw. Dat is een grote uitdaging. Tot slot, mijn mensen, vraag ik u. De GLIS-wet is een vrij nieuwe wet. Gaat u het goed bestuderen? Er zijn heel wat technische aspecten erin. Heel wat juridische aspecten erin. Heel wat zaken die te maken hebben met ook de nitty-gritty. U bent nieuw. Gaat u het goed bestuderen? De wet zal u leidraad moeten zijn om te handelen. In vele opzichten daar. Na dit alles gezegd te hebben, hopelijk zijn we niet geschrokken. Dan wil ik allemaal feliciteren met jullie benoeming. Jullie veel succes toewensen. Uiteraard past het hier om de uitgetreden leden van de Raad van Toezicht ook te bedanken voor de bijdrage die zij geleverd hebben in de Raad. En we kijken uit naar jullie nieuwe rol, nieuwe verantwoordelijkheid, nieuw mandaat. Maar meer nog de speciale opdracht die jullie krijgen van de regering. Namelijk om te zorgen dat GLIS het instituut wordt waar er zonder enige twijfel voldoende vertrouwen zal zijn. En dat vertrouwen zult u moeten garanderen. Dat vertrouwen zult u moeten creëren. En wij van de regering zullen er zijn om u daarbij te ondersteunen. Veel succes. Gefeliciteerd. God bless you. Bedankt. Nogmaals bedankt. Nogmaals gefeliciteerd op de politieke leidersvoorzitter van de FPS en de Rusland. Jullie ook gefeliciteerd. Allemaal. Veel succes voor de minister. Mevrouw Veldman, de nieuwe Raad van Toezicht bij het GLIS is zojuist geïnstalleerd. Wat zal de grootste opdracht zijn van de Raad van Toezicht? De grootste opdracht kan pas geformuleerd worden nadat dus de overdracht heeft plaatsgevonden door de gewezen raad. Toch? Nu zal er eerst een overdracht moeten plaatsvinden. En nadat de overdracht heeft plaatsgevonden, zal dan tezamen met de overige leden worden vastgesteld wat de situatie is zoals we die overnemen. Vervolgens zal er een kennismakingsronde komen met het bestuur. En na die kennismakingsronde zullen we dus meer informatie hebben. We zijn pas aangetreden, dus we weten niet wat we zullen gaan aantreffen. Heeft u een idee dat er veel werk aan de winkel is? Nou, ik denk dat bij een instituut zo belangrijk als het Management Instituut GLIS er altijd veel werk aan de winkel zal zijn. Toch, het is het instituut dat zich bezighoudt met grondregistratie, alles dat met percelen te maken heeft, niet alleen. Maar ik onderschat het werk niet. Er zal zeker veel werk aan de winkel zijn. Bij zo'n belangrijk instituut als het GLIS speelt natuurlijk het woordje vertrouwen. Mensen willen vertrouwen hebben. Kan de nieuwe Raad van Toezicht dat garanderen? U vraagt mij een toezegging te doen waar men me aan gaat proberen te houden in de komende 4 jaar.
laat me er dit van zeggen. We zullen ons beijveren om dat vertrouwen aan die samenleving te geven. Waar dat vertrouwen enigszins is afgebrokkeld, zullen we ons ertoe beijveren om het vertrouwen te herstellen. En zoals de president dat heeft aangekondigd ook, om die samenleving die garantie te geven dat ze erop aan mogen dat in ieder geval het managementinstituut GLIS die plaats zal innemen die het behoort te hebben in die samenleving.